Het is gedaan met de Klompenwandeltocht in Nieuw-Milligen. Zaterdag 23 september zou de tocht voor de 7e keer georganiseerd worden. Zou, want het gaat niet door. Jaap Budding heeft de tocht jarenlang georganiseerd, maar moet nu de handdoek in de ring gooien. Jaap Budding is 65 jaar. 6 jaar lang was hij de drijvende kracht achter de Klompentocht. Maar vanwege zijn slechte gezondheid moet hij de tocht dit jaar afblazen. Het is heel erg jammer. En vinden anderen ook. Het kostte mij 30 dagen per jaar en mijn vrouw ook een groot aantal dagen. En we hebben dus nog medische problemen. Heb ik niet meer de energie die ik altijd enorm veel gehad heb. En daarom heb ik mijn levenstempo moeten aanpassen. Een bonte stoet wandelaars op Klompen. Zo zou je de Klompenwandeltocht het beste kunnen omschrijven. Ja, Budding heeft talloze foto's en videomateriaal van het fenomeen. Ja, dit is 6 jaar herinnering van de Klompentocht in Nieuw-Milligen. En ik heb hier een hele leuke compilatie die een stuk van de sfeer weergeeft. En dit is dus onder andere meneer Rootselaar, die met zijn vrouw, die allebei ver in de 70 waren. En die liepen de hele 12 kilometer gearmd, waar ze zelfs een keer een prijs voor gewonnen hebben. De wandeltocht trok elk jaar zo'n 260 deelnemers en 300 bezoekers. De wandelaars kwamen vanuit alle windstreken. Ja, een groep uit Katwijk, Alkmaar, Groningen en er was zelfs een meneer uit Zweden die een klompverzameling had. En die is hier ook 6 keer geweest en die was heel erg enthousiast. Dit is een klomp van een van de deelnemers. En als je 12 kilometer wandelt op klompen, dan zul je hem niet verslijten. Maar als je 6 jaar meeloopt, ja, dan heb je toch kans dat er een gaatje in komt. Maar de wandelaars kunnen hun klompen opbergen op zolder, want het lijkt alsof niemand het stokje van Jaap Budding wil overnemen. En dat betekent dus onherroepelijk het einde. Het doet ook pijn, hè? Want het was eigenlijk een stukje van onszelf. Als ik mijn vrouw het hoort vertellen, ja, dan heb ik nooit geweten dat het zo uniek was.